En dan nu? Hallo kijkers, soms word ik door de actualiteit ingehaald. Een week of 4 geleden liep ik tegen het onderwerp van deze column aan. Ik fietste over de nieuwe stadsbrug en telde toen minstens 8 glasplaten met prachtige barsten erin. De brug is nog geen jaar oud, dacht ik toen. En nu al moeten er zoveel panelen vervangen worden. Ik wilde u graag laten genieten van de prachtige organische vormen die dan ontstaan door de barsten in dit dubbelgehouden gelaagde glas. Kwam ik vanmorgen met mijn camera hier aan fietsen, het is vandaag vrijdag 18 april 2015, en toen bleken toch alle kapotte glasplaten al vervangen te zijn. Dat is wel zo goed, maar jammer voor de kolom, dacht ik eerst. Maar niet getreurd, ik ontdekte al fietsend dat er inmiddels alweer 2 glasplaten aan vervanging toe zijn. Van de week hoorde ik dat de fontein op het Taakhofplein maar weg moest omdat hij onderhouden moest worden voor pakweg 3000 euro per maand. Dat is best wel veel geld, maar dat weet je toch van tevoren, denk ik dan. Ik vraag me dan ook af hoeveel geld er gereserveerd is voor onderhoud aan deze geluidsafbakening. Het zal hier wel hetzelfde gaan als met de lift. Over een tijdje komt er een metalen hek met kleine gaatjes of zo. Want van die voorbijrijdende auto's op het fluisterasfalt heeft volgens mij nagenoeg niemand last. Het is alleen maar dat je niet zo de weg op kunt lopen. Bedankt voor het kijken en tot de volgende week. Het liftcondoom is ondertussen ook wel aan vervanging toe.